Dames en heren. Ik vind gewoon, hè, dus... Ja, persoonlijk, hè. Ik vind gewoon dat er mensen zijn die op zich weg zouden kunnen. En mensen waar je eigenlijk niks aan hebt, die zitten zichzelf in de weg, maar ook mij. En ja, en ik ken die types heel goed. Daar zijn van die mensen die zitten alleen op een kamertje. En ze voelen zichzelf lelijk en overbodig. En ja. Ja, dat zijn ze ook, ja. Ja, maar ondertussen leven ze dus gewoon door. Terwijl ze niet gelukkig zijn. En wij zijn er niet gelukkig mee. Ja, dan denk ik van, zit je de zaak nog te rekken dan? Voor wie? Ja. Ja, maar volgens mij, hè. Volgens mij wachten dat soort mensen allemaal onbewust. Als kreupele paden in de woestijn. Op één daadkrachtige cowboy die ze met een welgemikt schot uit hun lijden verlost. Ja, en als niemand die daadkrachtige cowboy wil zijn, dan moet ik dat wel zijn. Ja, en als jullie mij dan vragen, ja, vind je dat dan leuk om te doen? Ja. Ja, nee, maar waar het om gaat, is we kunnen zo'n mooie wereld hebben. Echt, dat zie ik als ik nou vanavond hier in die zaal kijk. Hier. Nou. Als ik hier rondkijk, dan denk ik van potverdomme, zie je wel, het is gewoon mogelijk. We kunnen gewoon een hele mooie wereld hebben met z'n allen. Als ik hier rondkijk, dan zie ik hier een zaal vol met alleen maar mooie, gezellige, aardige, fijne, frisse mensen. Behalve jij. Ja. En jij weet verdomd goed waar ik het over heb. Ja, hoe heet jij? Paul. Paul. Ja, Paul, het is voor mij ook niet leuk. En hoe vindt u het om naast Paul te zitten? Wel gezellig. Wel gezellig? Doet die ook even close, die? Ja, want nou weet heel Nederland het, hè? Bedoel... Maar ik ga jou een kans geven om mezelf te revancheren, want zo ben ik ook. En dat is misschien mijn fout. Maar dat vind ik niet erg. Dat gaan we zo doen. Wij gaan een spelletje spelen en dat is echt heel eenvoudig. Nee, echt waar. Het heet Uibeltje Snuibeltje. En uitjes naar. En het is heel even, jij mag mij iedere vraag stellen die je me wil. En ik mag ook alles antwoorden, behalve uibeltje, snuibeltje. Maar denk maar even rustig na. Zo. Dan ga ik even de zaal in. En dan ik ga dan meestal op zoek naar labiele figuren. Ja. Ja, net een bypass operatie of zo. Ja, dat is lachen, joh. Dan zo, ik vind het ook leuk als je dan zo loopt, zo, dan denk je, oh, hij is voorbij. En dan komt hij in één keer terug, zeg. Oh. Hoe heet jij? Edwin. Hoi, Edwin. En is dit je mokvriendin? Een? Een vriendin. Een vriendin. Ja, dat ken ik. Oh, ja, ja, ja. Nee, een vriendin. Hoe heet jij? Esther. Hoi, Esther. Dus als ik bijvoorbeeld nu, stel, ik zou bij Esther bijvoorbeeld, weet ik veel, iets doen bij haar. Dan zou je dat niet erg vinden. Nou ja, dat is een eerste stap. Nee, 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 Edwin. Dan ga dan maar eens even weg dan. Hoi. Poh, heb je een vuurtje? Geen vuurtje. Hoort je, dus hij is gewoon een vriend. Heb je ook een je, de vriend? Ja, die heb ik. En waar is die nu? Thuis. Ah ja. Ja, ja. Zeg maar even dag tegen je vriend. Zeg maar even. Ja. En die vindt natuurlijk, dat moet kunnen, hè? Ja, dat moet kunnen. Dus toch alleen maar naar een theatervoorstelling. Ja, 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 ja. Gadverdamme, hè. Oh. Hoe heet jouw echte vriend? Peter. 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 Ja, ja, ja. Nou, Peter, ik richt me even tot jou nu. Nee, ik kan je met de hand op het hart verzekeren. Er is nog niks gebeurd. Toen ik aankwam had Edwin zijn hand hier. En dit is gewoon vriendschappelijk. Hier wordt het al iets vriendschappelijker. En dit is gewoon keiharde porno, dit. Dit is gewoon... Dus... Nee, maar dan geef... Edwin, gaan we weer zitten. Ik ga weer even verder.
La 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 la. Ja, balen. Oh, oh kut man. Oh. Hoe heet jij? Arnold. Hoi Arnold. En jij? Rick. Hoe? Rick. Hoi Rick. Is het goed met jou? Ja. Heb je ook een vriendin? Nee. Dan ga ik iets voor je zoeken. heb je enige voorkeur of als er maar wat aanbengelt, dan is het al... Ik ga iets voor je zoeken. Ik ga iets voor Rick zoeken. Heb je... Oh, godverdomme zeg. Oh, sorry. Dan moet die cameraman de hele voorstelling blijven staan. Hoe heet jij? Astrid. Hoi Astrid. Heb jij een vriend? Ja. Kut. Jij? Natalie. Ja. Dus Rick? Kijk even. Ja? Of vind je het wat of niet? Ja? En je vind je ook wel? Nee, hè? Nee. Ja, het kan niet altijd van twee kanten komen. Nee, ik zag het aan je ogen. Ik zag het van, gat, nee toch? Dat zal toch niet? Zo, en we gaan weer verder. Hé, dit is ook altijd lachen. Ja, kom aan. Ja, nee. Dan moeten we na de voorstelling allemaal even blijven zitten. En dan leg ik die krukken daar neer en dan kunnen we lachen, jongen. Dat is... La 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 la. Ik moet wat intiemere vragen gaan stellen zometeen. En nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... Ja, luister, ik ga niet naar een voorstelling om mezelf door een of andere schrale hengst te laten uithoren. Ja, dan heb ik daar alle respect voor. En dan moeten ze nu even opstaan. Ja, een goede, leuke zaal. Nee, het zit zo. Mijn relatie is nog niet zo heel erg lang geleden op de klippen gelopen. En ik, vlak voordat het echt uitging dan, toen zei mijn vriendin iets tegen mij. En dat zit nou in mijn hoofd. En daar wil ik gewoon even met jullie over praten. Zij zei tegen mij, zei, Hans, ik vind het helemaal niet erg dat jij mij beft. Maar ik heb het gevoel dat je dat eigenlijk alleen maar doet omdat je stiekem hoopt dat je daarna gepijpt wordt. Snap je? Dus ze zei van, jij bent geen onbaatzuchtige beffer. Jij beft met voorbedachte raden. Dat zei ze. Dat is mijn vraag aan jou. Nou, ik moet misschien eerst wat algemener. Is dit je vriendin? Maar hoe word jij nou het liefste gebeft? Hou jij van... Nee, laten we nou niet zo kinderachtig doen, want dat gaat allemaal van jullie eigen tijd af. Daar heb ik geen... En ik moet het er toch over hebben. Ja, en er zit al geen pauze in het programma. Tenminste, ja, niet voor jullie. Want dit is een beetje mijn pauze nu. Maar luister, hoe word je het liefst erbij? Hou je van zeg maar, de lange halen? Dat ik dan zeg maar, bij je anus begin. En dan zo in een natte zwiep zo doorhaal tot aan je navel. Dat is methode A. Of methode B, ook wel de Python-methode genoemd. Dat is zeg maar... Wat vind je zelf het lekkerst? Maar niet zeggen. Ja, dus je weet het, hè? Mooi, jong. Ja. Maar bijvoorbeeld, heb jij een vriendin? Nee. Wow, dat is een beetje... Het is dus... Nee, maar dat kan ook. Dus dat maakt toch helemaal niet uit? Ik moet even wel een hetero, want anders dan... Oh ja, ja, nee. Nee, maar stel, hè? Stel je bent haar aan het beffen. Je beft haar? Je beft haar of niet? Ja. Maar man, hè? Nee, dat vind ik mooi, hè? Ben je... Wat verdomme, man. Ja, zij is ook niet mis, hoor. Ik weet nog, mijn vriendinnetje, als ik haar befte, maakte altijd datzelfde geluid. Maar stel je met haar aan het beffen en het is zo'n warme, zwoele zomeravond. Kunnen jullie het een beetje zien, jongens? Het is zo'n warme, zwoele zomeravond en je kaak wordt lam, het zweet gut van je voorhoofd. En je ligt hem en je snuffelt in die rosbief en je denkt, god, schiet het toch eens op, man. Ja, en uiteindelijk, je bent klaar. En het lukt en zei het, wow, weet ik niet, hoor. Maar en ja, meestal daarna had ik altijd zo'n houding van, ei. En als je dan niet gepijpt wordt, hoe voel jij? Kut voel
voelt hij zich dan? En terecht. Godverdomme. Ja, dank u wel. Godvermagene. Ja, maar dat is wel. Beff is wel een belangrijk onderwerp. Een Engelse schrijver die heeft dat ooit heel mooi verwoord. Die zei: het is donker en eenzaam werk, maar iemand moet het doen.